Ruzies onder vrienden komen zelfs in de beste kringen voor, maar als het gaat om de hechte groep rond koningin Maxima, hebben deze vaak grotere gevolgen. Jarenlang waren Maxima, Mariska Dietz en Danielle Overgaag onafscheidelijk, maar nu lijkt hun vriendschap onder druk te staan. De aanleiding? Een verbouwing in Los Angeles, miljoenen dollars en flink gekwetste trots. Daniela's afwezigheid tijdens de laatste boottocht met Maxima en haar vriendinnen heeft tot speculaties geleid. Bronnen melden dat er sprake is van ernstige spanningen binnen de groep, wat hun band aanzienlijk belast. Waar de drie elkaar ooit als zussen zagen, lijkt die warmte nu te zijn verdwenen. Mariska Dietz, al jaren een vertrouwelinge van het koningspaar samen met haar echtgenoot Theo. Speelde een belangrijke rol bij de ingrijpende verbouwing van de miljoenenvilla van Danielle Oerlemans in Los Angeles. Hoewel de verkoop van het huis 70 miljoen dollar opleverde en succesvol was, ontstond er ook wrijving. Danielle's succes als interieurontwerpster wordt grotendeels toegeschreven aan Mariska's expertise, en dit zorgt voor ongemak. Hoewel Mariska hier nooit openlijk over heeft gesproken, geven mensen uit haar omgeving aan dat ze zich gebruikt voelt. Danielle zou namelijk iets te uitbundig pronken met het succes van de villa, zonder Mariska de credits te geven die zij verdient. Het resultaat? Een groeiende kloof die ook het koningspaar raakt. Ook de band tussen Willem-Alexander en Reinoud Oerlemans, ooit hechte vrienden, lijkt gespannen. Ondanks zijn benoeming als Honorair Counsel in Los Angeles, lijken deze spanningen niet te verdwijnen. Kleine tekenen. Zoals het uitblijven van Maxima's likes op Danielle's Instagram-foto's wijzen erop dat de verhoudingen voorlopig koel cool blijven. Terwijl Maxima, Mariska en andere vriendinnen genieten van hun zonnige boottocht, blijft Danielle opvallend afwezig. Is deze vriendschap voorbij, of kan er nog een verzoening plaatsvinden? Voor nu lijkt Danielle haar positie in Maxima's intieme kring te hebben verloren, en de pijnlijke breuk is nog lang niet geheeld.